Hoi, welkom of welkom terug bij een nieuwe video. Als je nieuw op dit kanaal bent, mijn naam is Yara en ik maak video's over alles dat met boeken te maken heeft. En vandaag wil ik het hebben over boekenseries die ik graag nog wil lezen. Want ik was aan het nadenken over de boeken die ik nog graag wil lezen. Ik weet niet, ik ben er altijd mee bezig. Ik vind het ook heel leuk om daarover na te denken. En toen dacht ik, het is echt lang geleden dat ik een hele goede boekenserie heb gelezen. En dan bedoel ik met name een serie zoals... Zo'n serie als De Zeven Zussen die je heel erg in zijn greep houdt en die je niet kan neerleggen. En waarvan je ieder deel weer wil kopen. En ik was gewoon aan het kijken, wat wil ik nou precies voor volgend jaar? Ik was een beetje al mijn leeslijst aan het samenstellen voor 2022. Stop de tijd. Maar ik kwam dus een paar boekenseries tegen en die wilde ik graag delen. Want ik denk dat het ook leuk is voor jou. Het kan leuk zijn als je zelf ook op zoek bent naar een nieuwe boekenserie om te lezen. En mocht je nou denken, ik heb deze boekenserie zelf allemaal al gelezen of het is niet echt iets voor mij. Laat me vooral even weten welke boekenseries jij aanraadt. Want daarmee kun je ook weer andere mensen inspireren. En ik vind het überhaupt ook gewoon leuk om te horen wat je mij kan aanraden. De eerste serie die ik graag wil lezen is de Noorderlicht trilogie van Philip Pullman. En de Noorderlicht trilogie heb ik al echt talloze keren aangeraden gekregen van mijn collega Ilse. Elke keer als we over boeken praten, zei ze, heb je die serie nou al gelezen? En elke keer zeg ik, nee, nog niet. En de reden dat ik hem nog niet heb gelezen, heeft ermee te maken dat ik even een boekenkoopstop heb. En gewoon even geen boeken mag kopen. Maar hij staat echt bovenaan mijn lijst. Ik ben een paar keer naar de boekhandel gegaan, had ik hem in mijn handen en dacht ik, ga ik hem nu kopen? En dan deed ik het niet. Maar ik zal je wel vertellen waar het boek over gaat. Misschien is deze serie wel bekend voor je. Voor mij was hij dit wel, want hij is namelijk verfilmd. The Golden Compass. Zegt dat je iets? De film met Nicole Kidman onder meer. Die serie is destijds verfilmd geweest. Echt best populair geweest. Maar niet zo populair dat hij nog verder verfilmd is. Want de serie bestaat dus uit meer boeken. Maar ja, er is maar één film van verschenen. Nou ja, lang verhaal kort. Die serie is dus nooit echt verder verfilmd meer. Maar er is dus nu wel een nieuwe serie verschenen op de BBC rondom deze boeken. De serie heeft eigenlijk meerdere namen. Ik ben een beetje online gaan rondzoeken van hoe zit het nou precies. Er wordt gesproken over de Noorderlicht trilogie. Er wordt gesproken over His Dark Materials of His Dark Elements. Maar er wordt ook gesproken over de Golden Compass serie. Dus die drie namen hoor ik vaak voorbij komen. Maar in Nederland kennen wij dus de Noorderlicht trilogie. Als je daarop zoekt, bijvoorbeeld in je boekhandel, dan weet je hem wel. Ik zal je even vertellen waar het eerste boek over gaat. Je kan dus het boek kopen als trilogie. En voor best wel een aantrekkelijke prijs. Maar als ik je vertel waar de trilogie over gaat, dan... spoil ik, denk ik. In het Gouden Kompas ontmoeten we Lyra. Ze is opgegroeid zonder haar ware identiteit te kennen en leeft in een wereld die op die van ons lijkt, maar er zijn huiveringwekkende verschillen. Zo raakt ze betrokken bij een ontvoering van kinderen die worden gebruikt voor experimenten in de Poolstreek. Achtervolgd, verraden en meer dan eens aan zichzelf overgeleverd, leert Lyra hoe ze met het Gouden Kompas om moet gaan. Alleen met behulp van dit mysterieuze instrument kan ze de waarheid achterhalen. Nou, dit is dus een trilogie en de serie is dus best populair en zo populair zelfs dat de boeken verfilmd zijn tot een nieuwe serie op de BBC. Ik heb die zelf nog niet gezien. Ik ben wel echt super benieuwd naar. Ik heb de trailer gekeken en ik dacht echt, dit ziet er zo vet uit. Maar voordat ik de serie wil kijken, wil ik echt dat ik de boeken heb gelezen. En ik heb met mezelf dus de afspraak, als ik de komende weken, dus tot aan de kerstperiode zoiets, als ik voldoende boeken weet weg te werken, dan mag ik dit boek van mezelf kopen als een beloning. Dus dan ga ik dat ook doen. Dus dat is wel extra motivatie om echt hiervoor te gaan. Op het internet heb ik gelezen dat de boeken van Philip Pullman, dus de Noorderlicht-serie, uit 5 boeken bestaat. Maar er wordt dus echt alleen maar de Noorderlicht-trilogie verkocht, oftewel 3 boeken. En ik kan niet vinden hoe het zit met die andere 2 boeken. Dus ik heb geen idee. Mocht ik daar meer informatie over hebben, zal ik het even hieronder in de comments of in de omschrijving neerzetten. Maar ik ga er nog wel even verder op onderzoek doen. Want ik heb geen idee of het nou 5 boeken zijn of 3. Als het er inderdaad 3 zijn, dan heb je alsnog wel heel veel leesvoer. Ik heb het boek in mijn handen gehad. Het is echt wel een dikke pil en de letters zijn heel klein. Dus je bent hier echt wel even zoek mee. Toen ik laatst aan het rondkijken was bij de bibliotheek, kwam ik het boek Caraval tegen van Stephanie Garber. En ik dacht, ik ken die auteurnaam ergens van en ik weet niet zo goed meer waarvan. En toen ik aan het rondkijken was, kwam ik erachter dat zij het boek Het Zwarte Hart heeft geschreven. En dat dat eigenlijk de voormalige naam was van de Caraval-serie. De Caraval-trilogie bestaat dus uit 3 boeken. En ik zal je vertellen waar het eerste boek over gaat. En ik weet zeker dat je meteen ook denkt, ik wil dit boek lezen. Caraval is in Nederland eerder verschenen als Het Zwarte Hart. En die belandde in het binnen- en buitenland in de vele bestsellerlijsten en eindejaarslijstjes en scoorde heel veel goede recensies. Ik lees hier het volgende. Scarlett wil al jaren de mysterieuze voorstelling Caraval bezoeken om te ontsnappen aan haar vredevader en het naarstige eiland Trisda.
Als ze eindelijk wordt uitgenodigd en afreist naar Caraval, verdwijnt haar zus Donatella en begint een bizar en levensgevaarlijk avontuur. Ik was super benieuwd naar deze boeken. Ik zie ze elke keer ook op TikTok voorbij komen. En het lijkt me vooral gewoon een hele leuke serie om te lezen. Omdat die uit maar 3 delen bestaat. En ook 3 losstaande delen. Dus je kan ze ook gewoon op je gemak lezen. Met bijvoorbeeld die Noorderlicht trilogie is het gewoon 1 dik boek. En ik kan me voorstellen dat je dan echt aan een stuk door gewoon dat boek maar gaat lezen. En het sprak me gewoon heel erg aan omdat het verhaal young adult is. En ik hou op z'n tijd wel van een goed young adult verhaal. En omdat het verhaal ook de nodige fantasy bevat. Op het internet staat dat de boeken ook echt heel veel liefde, mysterie, ontroering en ook hoop bevat. En eigenlijk dat de serie gewoon aan alle elementen voldoet. Dus daarom was ik echt heel enthousiast en ik ben heel benieuwd naar. En ik kan niet wachten om eraan te beginnen. Ik denk dat ik deze bij de Bieb ga lezen, want daar zag ik ze in de online bibliotheek staan. En dat is toch wel een stukje makkelijker. Dat hoef ik ze ook niet te kopen. Dan breek ik mijn eigen, ik mag geen boeken kopen regel niet. Komt-ie? Hallo! Hi Kiwi, kom je mee een video maken? Ga ik wat vertellen? Wil je ook wat vertellen over Sarah J. Maas? Je was me aan het verstoren toen ik het verhaal over Sarah J. Maas vertelde, oké? Okay? Mag ik mijn verhaal afmaken of ga je dan irritante dingen doen en naar de keuken vliegen? Je bent wat van plan en ik weet niet wat. Kom eens, goedies. Oké. Okay. Heel langzaam even weg. Goed, een lange tijd geleden heb ik de boeken van Sarah J. Maas gelezen. En toen ik ze las, was ik eigenlijk helemaal niet enthousiast erover. En ik kon er niet zo goed inkomen en ik weet niet zo goed waar dat mee te maken had. Dat was de serie Glazen Troon en de serie Hof van Doorns en Rozen. En ik voelde hem gewoon niet. En ik weet niet waar dat mee te maken had, maar ik heb die serie dus nooit, die series moet ik zeggen, nooit helemaal gelezen, wat echt super zonde is. Onlangs zat ik op BookTok te kijken en ik zag weer allemaal mensen praten over de Glazen Troon serie. En toen dacht ik, waarom ben ik hier ook alweer mee gestopt? De serie is hartstikke populair en misschien is het toch wel wat voor mij. Dus ik ben een beetje gaan lezen op het internet weer, wat recensies gelezen, wat meningen van andere mensen. En toen las ik eigenlijk dat de boeken heel erg goed bij mij passen. Waarom ben ik gestopt? Ik snap het niet. Ik zal je even vertellen waar het boek over gaat dat ik heel graag wil lezen en de serie die ik heel graag wil lezen. De serie die ik graag wil lezen is de Glazen Troon serie. En de reden dat ik die graag wil lezen is omdat die 7 delen bevat. En 7 delen, dat lijkt me echt fantastisch. Dat je gewoon zoveel boeken kunt lezen en dat het gewoon voor een lange tijd ook gewoon niet ophoudt. En het eerste deel in de serie heet ook gewoon De Glazen Troon, is gelijknamig naar de hele serie. En op de achterflaptekst staat, ze wordt door 2 mannen bemind, het hele land vreest haar en alleen zij kan het koninkrijk redden. Selena wordt voor de keuze gesteld of haar leven slijt in de gevangenis of deelnemen aan een toernooi waarvan de winnaar de nieuwe kampioen van de koning wordt. 1 voor 1 worden de deelnemers van het toernooi echter op een gruwelijke wijze vermoord. En al snel vecht Selena niet alleen voor haar vrijheid, maar ook voor haar leven. Toen ik dit las, dacht ik, dit is echt een heel spannend verhaal en echt iets voor mij. Waarom ben ik hiermee gestopt? Dus ik wil hier zeker aan gaan beginnen. Het eerste deel is ook niet zo belachelijk goedkoop. Ik weet niet of ik hem echt als normaal boek wil gaan kopen of dat ik gewoon het e-book koop om gewoon eerst te kijken van, is het wel wat voor mij? Dat scheelt ook wel een hoop geld. En aangezien ik dus het eerste deel een paar jaar geleden niet zo leuk vond, vind ik het ook wel spannend om dan weer een hoop geld uit te geven aan een boek. Maar de serie bevat dus 7 delen en ik hoor echt zoveel positieve reacties erover. Op TikTok zie ik het boek echt overal voorbij komen, deel 1. En heel de serie wordt daar heel positief ook beoordeeld. En ja, ook op bol.com en Goodreads, hij scoort gewoon echt super goed. Dus als je nog een goede serie zoekt van 7 delen, dat je echt nog gewoon wekenlang zoet kan zijn, dan is dit wel iets voor jou. Op dit moment lees ik een boek van V.A. Schwab. Ik lees het boek Het Onzichtbare Leven van Eddie LaRue. Ik weet niet of je dat boek kent. Dat boek heb ik uitgezocht omdat ik me heel veel op TikTok voorbij zag komen en ik was daardoor ook weer enthousiast geworden. TikTok is voor mij echt heel handig om boeken te vinden. Ik kan me nu echt voorstellen dat die vogel echt iedere haarpluk op mijn hoofd overhoop heeft gehaald. Dus sorry als mijn haar eruit ziet als een vogelnest. Maar toen ik meer informatie wilde opdoen over V.A. Schwab, want ik kende V.A. Schwab helemaal niet, kwam ik erachter dat ze ook een trilogie heeft geschreven. En toen ik las waar die serie over ging, dacht ik, dit moet ik lezen. Gewoon, ik moet. De serie die ik graag wil lezen, die heet Schemering. En het is een trilogie, geschreven dus door wat ik zei, V.A. Schwab. En de omslagen zien er al echt super spannend uit. De Schemering trilogie heeft ook allemaal prijzen gewonnen. En een van de belangrijkste is dat die ook echt het beste fantasyboek van het jaar als die toch heeft gekregen. Ik bedoel, dat zegt wel heel veel over een serie. En die prijs is uitgereikt door The Guardian en Waterstones. Je weet wel, die boekhandel. Dus, nou ja, weet je, zo'n boekhandel, als die zo'n prijs uitreikt, dan is het meestal ook gewoon wel waar. En dan is het ook echt wel een hele goede serie. Ik geloof dat altijd wel. Ik ben daar ook wel een beetje gevoelig voor dat soort prijzen. Dus wat mij betreft staat die echt heel hoog op mijn leeslijst om de komende periode op te pakken. Ik zal je even vertellen waar het boek over gaat. De meeste mensen kennen maar 1 Londen.
Wat bijna niemand weet, is dat er 4 verschillende londen zijn. Grijs londen, vies, saai en zonder magie. Rood londen, waar magie wordt vereerd en de Maresh-dynastie heerst over een welvarend rijk. Wit londen, waar men vecht om controle over de magie. En ooit was er ook zwart londen, maar daar heeft niemand het meer over. Kel is een zeldzame magier die tussen de verschillende versies van Londen kan reizen. Als hij een grijs blonde zakkenroller Lila ontmoet, is dat het begin van een avontuur dat ze naar alle uithoeken van de stad brengt. Maar gevaarlijke magie ligt op de loer en verraad achtervolgt hen. Om alle werelden te kunnen blijven redden, moeten Kel en Lila in de eerste plaats in leven zien te blijven, maar dat blijkt lastiger dan verwacht. In de vorige video die ik heb gemaakt heb ik ook al gezegd, ik wil echt heel graag meer fantasy boeken lezen. En ik denk als ik dit soort boeken ook oppak, dat ik ook wel meer in die fantasy sferen kom. Want dit klinkt ook echt wel als een fantasy-achtig verhaal. En ik vond het ook gewoon zo ontzettend spannend klinken, dat er tussen dimensies wordt gereisd, et cetera. Dus ik ben echt benieuwd en ik kan niet wachten om hier aan te beginnen. Maar ik moet wel dus eerst nog even het huidige boek van V.S. Schwab uitlezen voordat ik hier aan mag beginnen. En ik denk ook wel dat dit een boek is voor 2022. Want zoals ik al zei, ik mag geen boeken kopen. En dan zijn we aangekomen bij de laatste serie waar ik echt super benieuwd naar ben en die ik ook echt graag wil lezen. En dat is de Elfheim-serie of de Elfheim-serie van Holly Black. Ik ken Holly Black nog niet zo heel erg goed. Ik weet dat zij de Magisterium-serie met Cassandra Clare heeft geschreven. En ik zag de hele tijd die Elfheim-serie voorbij komen op Instagram. Allemaal bookstagrammers die daarover schreven, die meededen aan blogtours met de uitgeverij. Toen ik ging lezen waar het eerste deel over ging, dacht ik, waarom heb ik nog niet veel eerder over dit boek gehoord? Hi! Kiwi vindt er ook wat van. Hij vindt ook dat ik dit boek eerder had moeten lezen. Er zijn nu inmiddels een paar boeken verschenen in de serie. En het eerste deel is De Vrede Prins. En ik zal je even vertellen waar dat over gaat. Natuurlijk wil ik zijn zoals zij. Ze zijn prachtig. Als zwaarden gesmeed in een hemels vuur. Cardan is nog mooier dan de rest. Hem haat ik het allermeest. Ik haat hem zo erg dat soms, als ik naar hem kijk, ik nauwelijks kan ademhalen. Toen Jude 7 was, kwam er een vreemde man langs. Een man met gekke kleren, puntige oren en een donderstem. Voor Jude wist wat er gebeurde, haalde hij een zwaard tevoorschijn en vermoordde daarmee haar ouders. Jude en haar zusjes moesten met hem mee, ver weg naar het elfenland Elfheim. Elfheim, Elfheim. 10 jaar later is Jude een opstandige jonge vrouw. Ze heeft het zwaar in Elfheim. Ze wordt gediscrimineerd om haar menselijke afkomst en soms zelf bedreigd. De arrogante prins Cardan is het ergst van allemaal. Dus waarom krijgt het altijd zo warm als hij in de buurt is? Het tij keert als Jude door Cardans broer, kroonprins Dane, wordt ingeschakeld als spion. Naarmate haar spionnentraining vordert, krijgt ze meer zelfvertrouwen en maakt ze nieuwe vrienden. Eindelijk lijkt ze haar plek te hebben gevonden. Maar in Elfheim is niets wat het lijkt en wie hoog vliegt, kan diep vallen. Dit deed me op de een of andere manier ook heel erg denken aan de Royals. Ik weet niet zo goed waarom. Vooral omdat de Royals helemaal niks met fantasy te maken hebben. Maar het gaf me zo'n gevoel en ook een beetje Sarah J. Maas vibes. En ik heb dus nog nooit eerder iets van Holly Black gelezen. Ik ben wel heel benieuwd of het wat is en of deze serie ook echt voor mij echt een succes is. Er zijn in het Nederlands dus een paar delen verschenen. Er is nu De Vrede Prins verschenen, De Gevallen Koning en De Verbannen Koningin. En daarmee is de serie ook compleet. Dus 3 boeken. Ik denk dat als ik zo naar deze series kijk, dat het echt perfecte boeken zijn die ik zou willen oppakken de komende tijd. Ik heb je dus 5 series laten zien. Laat vooral even weten of je ze zelf hebt gelezen en mocht je ze hebben gelezen, laat me dan ook weten wat je ervan vond. Want daar ben ik wel echt heel erg benieuwd naar. Zijn ze echt het lezen waard? En welke serie moet ik als eerste oppakken? Laat het vooral even weten door een reactie achter te laten. En volgende week ben ik weer terug met een nieuwe video. Dankjewel voor het kijken en tot volgende week.